Welkom bij deze nieuwe Op Weg naar Disney. Ja. Het is aflevering 4 alweer. Ja, een beetje verlaat. Ja, we zijn er in de zomervakantie zijn we te Zuid geweest. Daarna, het was heel hectisch bij ons thuis. Waardoor we eigenlijk weinig tijd hadden naast de gewone vlogs om ook nog dit op te gaan nemen. Maar vanaf nu pakken we het gewoon weer iedere maand op. Yes, we're back. We're back. Yeah. En, met een hele leuke vind ik zelf. Nou ja, dan mag jij het ook vertellen waar het over gaat. Wij gaan het hebben over 10 reistips voor Disney waar je niet meteen aan zou denken. Ja, er zijn heel veel dingen. Als je naar Disney gaat, dan zijn er natuurlijk bepaalde dingen. Nou ja, je camera, wat nog meer, je Mickey-oortjes misschien, je handtekeningenboekje, al dat soort dingen. Is redelijk vanzelfsprekend om mee te nemen. Maar er zijn ook een heel aantal dingen waar wij van tevoren niet aan hadden gedacht. Nee. En door onze ervaring. En ook tips van vrienden, moet ik zeggen. Ja. Nu toch aan denken. Ja, de ervaren Disneyganger zal zeggen, ja, duh. Dat wist ik al. Ja. Maar het is officieel een top 10. Maar ik denk dat er nog wel wat honorable mentions, om het zo te noemen, nog wel bij komen. Ik zie er sowieso al 11. Precies. Dus, nou ja, goed. Laten we bij nummer 1 beginnen. Ja. Nummer 1, dat zijn de veiligheidsbandjes voor de Magic Band. Toen wij in 2015 voor het eerst naar Florida gingen, toen had je net de Magic Band. En dat was de eerste generatie. En die Magic Band die zaten eigenlijk altijd wel heel goed vast. Ze kwamen niet zo heel snel los. Nou, als ik Jaden op de arm had en hij schoof iets naar beneden, dan was die los. Oké, nou ja, ik had er zelf geen last van. Maar wat ik nu begrijp is, inmiddels hebben ze de Magic Band Plus. Mm-hmm. De nieuwe generatie is volgens mij alweer de derde generatie in de lijn van Magic Bands. Die laten dus wel heel snel los. En eerder hadden ze daarvoor van die sluitklipjes, net als bij je horloge, zeg maar. Ja, gewoon zo'n bandje wat je er overheen kan schuiven, waar je dan... Die eigenlijk het bij elkaar houdt. Ja, net als een horlogebandje eigenlijk waar je het flapje in kan steken, zodat die niet los kan gaan. Precies. Ja, kun je zoiets vinden? Ik heb van... uit betrouwbare bronnen vernomen dat het in Disney moeilijk of niet meer te verkrijgen is. Maar kun je nog zoiets vinden online? Schaf het aan, want het is een Magic Band 7. Ik vraag me af of wij ze nog hebben. De Magic Bands of de... Nee, die sluitdingetjes. Daar moeten we ook nog even naar op zoek. Ik ben bang van niet. Nou, dan moeten wij ook op zoek. Bij deze. Dat is dus nummertje 1. Ja. Tip nummer 2, laat ik over aan jou. Tip nummer 2. Nou, heb jij, zoals wij, kinderen met autisme, of heb je zelf autisme of een andere handicap of beperking, dan heb je DAS. Ja, dat staat voor Disability Service. Voorheen was het, dat is meteen een disclaimer, voorheen was het voor iedereen die een bepaalde handicap had, waardoor ze niet lang in de rij zouden kunnen staan, die konden zoiets aanvragen. Maar sinds afgelopen jaar hebben ze dat beleid aangepast. Ze hebben het heel erg zwaar, ze hebben het heel erg strenger, veel strenger gemaakt. Ja, en ik denk dat er veel misbruik van werd gemaakt, maar nu is het misschien te moeilijk gemaakt. Ja, zoals de regels er nu voor staan, lijkt het erop alsof enkel mensen met autisme in dit straatje passen om in aanmerking te komen voor zo'n disability service. Maar dat is vandaag, en vandaag gaat het op 13 oktober 2024. Dus ik hoop voor heel veel mensen dat het toch nog iets versoepelt. Ja. Maar voor nu is dat het. Maar ja, heel veel mensen weten dus niet van het bestaan hiervan. Nee, heel veel mensen ook wel, maar nog meer mensen niet. Dus daarom wilde ik het wel even genoemd hebben als tip. Waar je misschien niet meteen aan denkt. Ja, en om meteen een misverstand uit de weg te ruimen. Veel mensen denken dat je met zo'n DAS... Je kunt zeggen, ik wil in deze attractie dat mensen dat ze zeggen van nou oké, prima, gaan we in de rijen met aan de beurt. Dat is niet zo. Nee, je maakt eigenlijk gebruik van hetzelfde principe als de Lightning Lane, waar je ook vooraf je reservering maakt. En je gaat dus net zo in de rij als de mensen uit de Lightning Lane. Dus dat is dus over DAS. Ja. Nummertje 3, daar hebben wij zelf niet meer mee te maken, maar het is wel een lifesaver voor ons geweest. Ja. Een buggy huren. Een buggy huren, inderdaad. Je kunt een buggy meenemen, maar dat is... Dat kan best wel wat geëmmer zijn. Een buggy is toch best groot. Ja, in een vliegtuig. En
En ik snap als je echt nog hele kleintjes hebt, dat je hem wel mee het vliegtuig inneemt, zodat je op het vliegveld ook je buggy hebt. Maar zijn ze al wat ouder? Ja, dus zeg maar tot een jaar of 5. Ja. 3, 6. Dan is het handig om een buggy te huren. Ja. Wij hebben het toen in Disneyland ook gedaan. En die buggy die werd gedropt in een hotel bij ons in de buurt. Mm-hmm. En vrienden van ons die hebben de buggy voor ons opgehaald. Die zaten in dat hotel. Ja. En zo hadden wij een buggy. Maar er zijn heel veel verschillende buggy rentals waar je gebruik van kunt maken. Dit is dus wel iets anders dan de buggy rental van de parken zelf. Ja. De buggies in de parken zelf, niet zo best. Zou ik niet aanraden. Nee, niet is een soort, als ze nog hetzelfde zijn als toen, is het een soort glijbaan. Ja, zo'n plastic kuipje. Ja. Dus die zouden wij niet doen. Nee, wij hebben toen een dubbele buggy gehuurd, want Jaden was toen... 4, 5? Vijf, zoiets. Misschien al wel bijna 6. Ja, en die past daar prima in. Ja, dat ging prima. Dus echt een aanrader. En Google gewoon even op Disney Buggy Rental. Ja, en er zijn heel veel aanbieders die het aanbieden. Die het ook vaak bij een Disney Resort afleveren. Dus dan heb je ook verder geen omkijken naar. En het is niet eens heel duur. Nee, dat viel echt heel erg. Ja. Nummer 4 alweer. De Advanced Dining Reservations. Wij zijn het in Nederland niet zo gewend, maar wat je in Disney kunt doen is voordat je naar de parken gaat, kun je zoveel dagen van tevoren je restaurantreservering al maken. Ja. Dus wij maken daar heel dankbaar gebruik van. Niet dat wij heel veel restaurants doen, maar het is wel goed. Wil je een keer een sit-down dinner? Ja. Dan... Heb je het in je hoofd van, ik zou dat wel willen doen, boek het dan ook gewoon. Ja. Doe je het uiteindelijk niet, of wil je het uiteindelijk toch niet, cancel dan ook ruim van tevoren, want anders krijg je een cancellation fee. Ja, ruim van tevoren is een dag ervoor. Ja. Al zou je die vergeten, die cancellation fee was toen volgens mij $10. Ja, hij is nu wel iets omhoog, maar het is alsnog, het is nog te overzien. Ja. Maar ja, heel veel mensen die reserveren dus vooraf. Dus denk niet, joh, ik ga op de Bonnefoy naar dat restaurant. Het kan, maar de kans is heel groot dat je er dan niet in komt. En dat of heel lang moet wachten. Ja, en dat is toch een beetje zonde van je vakantie. Dat geeft toch een beetje een nare nasmaak. Dus denk daaraan. Waar je ook niet aan denkt als je naar Disney World gaat, is om te gaan resort hoppen. Ook in Disneyland trouwens. En zelfs in Parijs. Is het heel leuk. Het is gewoon heel leuk om die andere hotels en resorts te gaan bekijken. Ja, je hoeft er dus niet te verblijven om er naartoe te gaan. Je kunt alleen geen gebruik maken van het zwembad. Maar voor de rest, alle restaurants kun je in, de shops kun je in. Je kunt gewoon vrij uit over het resort lopen. Echt een hele belevenis en superleuk. Ja, en wat ook fijn is dat je gewoon van de transportation mogelijkheden van het hotel gebruik kunt maken. Ja, je hebt de Skyliner. Je hebt de... bussen. En? Je hebt de, hoe heet dat ding? De boot. Ja, de boot en de monorail. En de monorail. Dus je hebt 4 soorten transport waar je gebruik van kunt maken. Ja. Dus superleuk. Wij doen dat resort hoppen, hebben wij meestal gedaan echt de dag voordat onze vakantie echt begon. En vaak op de helft ongeveer, als een soort van rustdag. Ja. Als je denkt van we gaan in de ochtend naar Magic Kingdom en dan even rustig gaan. Dan pakken we even 1 of 2 hotelletjes om wat rond te gaan kijken. Of precies. Gewoon even daar lekker ergens te zitten. Maar resort hoppen, echt een tip. Echt superleuk. Ja. Ja. De volgende. Heel veel mensen weten het inmiddels al wel gezien de rijen. Maar toch willen we het noemen. De Disney Character Warehouse. En dit is voornamelijk dus voor mensen die op vakantie gaan naar Walt Disney World. En Disneyland heb je hier niet zoveel aan en Parijs al helemaal niet. Nee. Maar de Disney Character Warehouse, je hebt er 2. Je hebt er eentje op Vineland en eentje op International Drive. Ja. En dat is een outlet van Disney artikelen, maar Disney park artikelen. Ja. En vaak wel kortingen tot wel 70%. Ja, 60 of 70. Maar in ieder geval hele goede kortingen. Je moet geluk hebben, want de ene dag wil je alles wat er ligt meenemen. En de andere dag denk je, ja, en het kan zelfs per uur verschillen wat er ligt. Ja. Want zoals ik zei, heel veel mensen weten het inmiddels. Dus er staan ook al flinke rijen. Dus sta niet raar te kijken als er een flinke rij buiten staat. Wacht gewoon rustig. Wat ik begrijp is dat zo'n rij best snel gaat. Ja. Maar bereid je er dus op voor dat het daar ook aansluit is. Ja, en zie je iets waarvan je denkt, dit wil ik?
meteen kopen. Pak niet het. Twijfelen. Niet denken van, oh, ik kom vanmiddag terug, want dan kan het weg zijn. Ja. Heb ik uit ervaring. Disney Character Warehouse. Ja. De volgende is een Ziploc. Ja, je hebt best wel wat, wat waterattracties in Disney World. Ook in Disneyland trouwens. Dus het is altijd handig om iets van een Ziploc bij te hebben. Als je een wat grotere Ziploc hebt, helemaal top. Daar kun je ook nog iets van een droog shirt of droge sokken in kwijt. Geloof me, in sommige attracties ga je het nodig hebben. Ja. Al is dus, het maar voor je camera, je telefoon, dat soort dingen wat je gewoon liever niet nat hebt. Nee. Nee, dus neem dat mee. Ik zie meteen een aansluitend. Droge sokken en een poncho. Ja. Hou je niet zo van al het water, neem een poncho mee. Ja. Maar aan de andere kant zeg ik, joh. Als je niet nat wil worden, moet je er niet in gaan. Nee, precies. Nee. Dat hoort er gewoon bij. Dus, maar droge sokken kan wel erg fijn zijn, want ik heb wel eens mijn schoenzolen uitstaan wringen. Nou, meerdere malen. Ja. Dat is heel goed. De volgende kwam eigenlijk uit jouw koker, dus die mag jij. Ja. Nou, sinds we geen plastic meer mogen gebruiken, krijg je overal kartonnen rietjes en houten bestek. Dus wij gaan dit keer zeker herbruikbare rietjes en plastic bestek meenemen. Ja, Eet en drinkt gewoon heel veel prettiger. Precies. En herbruikbaar, we gooien het dus niet weg. We zorgen gewoon dat we gewoon normaal rietjes en wat plastic bestek bij hebben, zodat we daar gebruik van kunnen maken. Juist. Dus ik zou trouwens geen echt bestek meenemen, want ik kan me voorstellen dat je dan bij de ingang tegengehouden wordt als je met een mes voor het binnenkomt. Nee, maar als je naar de welbekende AC Tion gaat, heb jij plastic bestek wat je meerdere malen kunt gebruiken. Precies. Het is wat steviger dan dat barbecue wegwerp bestek. Ja, en het eet gewoon lekkerder dan dat het houten bestek, absoluut. Bestek. Dus, de volgende, een thermos, dopper of beker. Nou ja, je drinkt nogal wat af daar. Mm-hmm. En dan is het wel heel erg fijn om een grote dopper of beker bij je te hebben. Want het is zo, in Disneyland als Disney World kan het echt heel erg warm zijn. Ja. Je kunt overal bij de restaurants wel gratis water krijgen. Ja, dat wilde ik dus net als aanvullende tip gaan geven, inderdaad. Want een gemiddelde beker cola kost tegenwoordig ook al... $4-5? Ja. Zoiets. Nou, als je er 4-5 per dag drinkt. Nou, dat tikt wel lekker aan. Aan. Lange vakantie. Ja, bij de meeste restaurants kun je dus een free cup of water krijgen. Ja. En die kun je dan mooi overschudden in je, in je beker. In je fles of beker. En dan blijft die goed. We hebben ook nog wel eens onze refillable mugs mee. Alleen, die sluiten niet heel erg lekker af. Die oude in ieder geval niet. Destijds niet. Ik weet niet hoe ze nu zijn. Nee. Maar daarom waren we daar niet zo fan van. Nee. Maar ja, om nou elke keer naar een restaurant te lopen als je een bekertje water wil leggen, is ook zoiets. Dus op deze manier kun je gewoon even een voorraadje meenemen. Ja, en dus... je hebt op sommige plekken in het park van die waterfonteintjes. Ja. Want het water op de toiletten is niet lekker. Nee, het smaakt heel erg veel chloor in. Ook bij die fonteintjes is het niet allemaal even goed. Maar je hebt bepaalde plekken waar meestal is het wel goed bij die fonteintjes. Hè? Ja. 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 Dus, en wat wij meestal ook nog doen als aanvullende tip zijn die kleine knijpflesjes met aanmaaklimonade. Ja, dat ben jij. Ja, ik vind het wel. Maar ik ben niet gewoon van het water, dus ik heb zo'n van die kleine flesjes. Jullie kennen ze vast wel. Ja. Een extra bonus tip, dus deze is een honorable mention. Wij hebben er zelf nooit gebruik van gemaakt, dus wij weten niet of het echt wat is. Nee. Maar we horen van meerdere kanten dat dit echt de tip der tips is als het gaat om een... wanneer je naar Disney World gaat. Dus... Ja, als het erg heet is, cooling towels. Ja, dus dat zijn speciale handdoekjes die je dan nat kunt maken. Die maak je vochtig. Ja, en die doe je om je nek. Ja. En daar koel je meteen vanaf. Ja. Dus ik zou het zelf niet weten. Ik vind het zelf nog steeds niet aantrekkelijk klinken. Ik denk dat ik eerder zo'n... Zo'n ventilatertje meeneem. Maar sommige mensen zweren erbij. Ja. Maar goed, misschien is dat ook een overkoepelende tip. Zorg dat je iets mee hebt waarvan je kunt afkoelen. Ja. Ja, dus of zo'n cooling towel of zo'n ventilator, allebei prima. Je hebt ook van die spray fan. Ja, die zijn ook leuk, die kun je daar kopen. Ja. Dat is een eigenlijk gewoon een plantensproeier met een ventilatortje en dan krijg je van die hele fijne waterdruppeltjes. Ja, kinderen vinden dat echt helemaal top. Ja. Dus
Dat waren dus eigenlijk de reistips. Ja, ik kan er nog veel meer verzinnen eigenlijk hoor, maar... Ik denk dat ze voorlopig zo wel even genoeg hebben. Ja. Dus nou ja, mochten jullie nog zoiets hebben van, hey, deze ben je inderdaad vergeten, waarom heb je die niet genoemd? Noem het hieronder, stuur ons een berichtje. En wie weet, als er genoeg nieuwe tips binnenkomen, komt er wel een deel 2 van deze video. Ja. Dus dat zou zomaar kunnen. Inderdaad. Voor nu denk ik dat we hem afsluiten. Iedereen heel erg bedankt voor het kijken. Geef een duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan eventjes. Kom bij de family. En als je helemaal niks wil missen, druk dan ook nog even op dat belletje. Dan krijg je een waarschuwing als wij weer iets nieuws hebben geüpload. Precies. Dus heel erg bedankt en tot een volgende keer. Doei doei! Doei!